Patiëntjes van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG genoten vanochtend met volle teugen van sportief ziekenbezoek. De boomlange basketballers van Gastera Flames kwamen langs om de vaak ernstig zieke kinderen een verzetje te geven. De spelers balden een potje met de kinderen en met ziekenhuispersoneel. En ze lieten natuurlijk zien hoe goed ze zelf een bal in het netje kunnen plaatsen. Of toch niet. Of ja toch. De kinderen vinden het een hele belevenis dat de basketballers op visite komen. Wat vind je er zo leuk aan dan? Ze zijn zo lang. Ze zien er cool uit en zo. Dat je ook nieuwe kunstjes leert. En dat je dan... Dat je dan ook kan herinneren dan van als je ook basketbal doet. Oh ja, dat kunstje en dat kunstje kan ik doen. Moeten er vaker sporters langskomen? Ja, vind ik wel. Want kinderen, je ziet om jij en kinderen worden helemaal vrolijk ervan. Niet alleen voor de kinderen was het genieten. Geweldig, geweldig. Dit is echt voor de kinderen een super iets. Geweldig. Ik bedoel, hij ook is zo enthousiast, deed met de rukken op mee. En ja, geweldig. Kinderen zijn, die kinderen die leven daar naartoe en die vinden dat prachtig. Ja, geweldig. De Flames doen het graag de kinderen voor even te laten vergeten dat ze ziek zijn. Dit is hartstikke leuk, ja. Spelen voor, ja, eigenlijk voor een goed doel, hè. Ja. Ja, weer is wat anders dan een normale training natuurlijk. Ja, maar dat vinden we niet erg. Kijk, als we iets terug kunnen doen voor deze kinderen, dan doen we dat graag. Dit is nu de tweede keer. Vorig jaar is het ook gedaan. En het is een traditie, dus waarschijnlijk volgend jaar weer.